Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening. Onderzoek naar deze ziekte is daarom ontzettend belangrijk. Nederland loopt hierin voorop. In onderzoekscentra wordt volop onderzoek gedaan. In deze serie zoomen we steeds in op een van deze onderzoekscentra. Want alleen door onderzoek is de ziekte van Parkinson te stoppen. Vandaag zijn we te gast in Amsterdam. In Amsterdam UMC hebben we twee belangrijke onderzoekslijnen. De eerste lijn gaat over het voorkomen en vertragen van de ziekte. Dat is vooral laboratoriumwerk. En de tweede lijn gaat over het verbeteren van de behandeling van de ziekte van Parkinson voor de mensen die nu de ziekte hebben. En het onderzoek wat ik wil uitlichten is de Galaxy-studie. En dat gaat over diepe hersenstimulatie. Diepe hersenstimulatie hebben we al lange tijd een belangrijke rol. We zijn een soort pioniers voor wat betreft die behandeling. En die van behandeling zijn we steeds beter aan het maken. Het was zo voor die behandeling dat mensen tijdens de operatie wakker moesten zijn. Omdat die elektrodes die geplaatst worden tijdens de operatie precies op de goede plek moeten liggen. En daarvan moest gecontroleerd worden of dat ook zo was tijdens de operatie. Als je bij bewustzijn bent, leek me toch het heel belastend. Ook al voel je niks, als ze in je hoofd gaan boren, dan word ik nu al zenuwachtig ervan. Inmiddels zijn we veel beter geworden om dat te kunnen bepalen met MRI-scanners. Dus misschien is het niet meer nodig om wakker te zijn tijdens de operatie. Want dat wakker zijn tijdens de operatie heeft een enorme impact. Je bent Parkinson-klachten, er wordt een frame op je hoofd geschroefd, er worden gaatjes in je hoofd geboord, je ligt er, je moet allerlei dingen doen in zo'n operatiekamer. Best wel traumatisch. Maar kan het dan ook gewoon allemaal onder narcose? De operatie zoals die gegaan is, één dag intake, één dag ben je gewoon slapend, want dan word je geopereerd. En de dag daarna spring je uit je bed. Dat hebben we onderzocht in een grote studie waar 110 mensen aan meegedaan hebben. En die zijn in twee groepen verdeeld. De een kreeg de narcose, de ander bleef wakker. En aan het einde bleek dat de mensen die onder narcose waren geopereerd net zo'n goed effect hadden op hun Parkinson-klachten, maar de operatie veel minder belastend vonden. Ik ben heel blij dat ik niet bij bewustzijn de operatie heb ondergaan. Nou, waar ik nou echt trots op ben, is dat soort onderzoek. Een ander onderzoek is het onderzoek Parkcode. We willen binnen het onderzoek Parkcode eigenlijk de ziekte proberen vroeg op te sporen. Dat doen we door middel van te kijken in hersenweefsel, maar ook in ander materiaal. We weten dat de ziekte zich niet alleen afspeelt in de hersenen van de patiënt, maar ook in de rest van het lichaam. En dat we daarin ook deze ziekte reeds kunnen meten. Hoe doen we dat nou? Nou, we vragen eigenlijk de patiënten of ze een stukje huid willen doneren. We nemen een biopte af en in die biopte gaan we op zoek naar eiwitten. Naar eiwitten die eigenlijk heel specifiek zijn voor de ziekte. Nou, we hebben ontdekt binnen dit onderzoek dat we die eiwitten die in de hersenen zich stapelen, niet alleen daar kunnen detecteren en opsporen, maar dus ook in de huid. En een deel van die huidbioppen brengen we ook een kweek. Die cellen kunnen we dan in de tijd volgen. En dan gaan we kijken, kunnen we die met nieuwe medicijnen, kunnen we die ziekte dan afremmen in die cellen? Nou, we hebben door de jaren heen eigenlijk heel veel materiaal verzameld. Zowel hersenweefsel als huidbiopten. We hebben een bibliotheek aangelegd van al dat materiaal om uiteindelijk de processen goed te kunnen bestuderen. Nou, we weten nu dat we die processen kunnen stimuleren en we hopen daarmee in de toekomst ook een nieuwe behandeling te kunnen ontwikkelen voor de patiënt. Ook denken we dat bij een deel van de patiënten we dit heel vroeg kunnen opsporen en dan ook kunnen voorkomen dat die stapeling ontstaat en de ziekte tot symptomen leidt. Ik ben heel trots dat ik dit onderzoek binnen Amsterdam UMC kan leiden en verder kan uitbouwen
en uiteindelijk kan toewerken naar een betere behandeling voor de Parkinson-patiënt in Nederland.